Gegroet mensen van Project Minecraft, ja. Ik ben Roy van Aldi's Games en vandaag gaan we weer verder met Amnesia, een machine voor varkentjes. Nog, 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 nog. Ik kan geen varkensgeluid maken, maar dat was mijn... Ik heb het geprobeerd, oké. Doe jij eens even een varkensgeluidje maken. Ik weet niet wat ik zeg. Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Amnesia Machine for Pigs. En de vorige keer hebben wij... Dat was de eerste aflevering. Het linkje zal daarvan in de beschrijving staan. Als je niet weet wat het allemaal is en nog nooit hebt gezien. Dan denk je van, wat is dit nou? Wat is dit nou weer? Oh! Dus dan kan je dat even... kan je het eerste deel even zien. En dan leg ik ook meer uit over het spel en alles. Dus weet even zeker dat je die video hebt gezien. En dan gaan wij lekker verder voor de mensen... Die het al wel heb gezien. Hier zijn we in een mooie gang. En nu moet ik eerlijk zeggen. In de vorige video wist ik al een beetje waar ik me heen moest. En wat er aan gaande was. Maar vanaf hier. Ik ben hier nog nooit zo ver geweest. Dus dat komt denk ik wel goed. Ik ben hier dus nog nooit geweest. To run, hold left shift while moving. Oh nee, ik wil niet rennen hoor. Ik wil niet gaan rennen. Of is het gewoon een tip? Ik dacht dat er nu wat gaat gebeuren. Maar hallo, even serieus. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Like serious. Kijk, ik zou hier niet willen wonen. Ik weet niet of ik dat in de vorige video ook vroeg hoor. Maar zouden jullie hier willen wonen? Het is wel heel erg mooi, maar... Nou, hey, hou nou eens op, kinderen. En dan ren al niet zo snel voor me weg. Maar zouden jullie hier willen wonen? Ik vind het wel heel mooi. Ho, 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 ho. We hebben een berichtje. My journal. The Grand Hall. The voice on the telephone. He speaks as he knows me. Indeed, I seem to remember him. Like a twin pulled away from the other birth. I feel we are entwined, though I cannot conceive of how. Am I a drowning man grasping for the surface within my own house beneath me? I know there are splendid architectures hidden in the dark. If I can only find the entrances. Oké, dus dat berichtje hebben we net gekregen. De kandelaren die bewegen nog lekker mee. Hartstikke leuk. Maar zouden jullie willen wonen? Laat even in de comments achter. Daar ben ik best wel benieuwd naar. Aan de ene kant zou ik het wel willen doen. Hey, kinderen. Hou nou eens op, oké? Ze krijgen vanavond echt geen gele vlauw hoor. Als toetje of zo. I don't know. Ik weet niet. Maar je kijkt... Oh, leuk hondje. Oh, wat een kindje. Oh, wat een mooie schilderij. Oké, voelen jullie nu al een beetje weer... Een beetje goed. Een beetje thuis. Dat ik je een hondje zie. Ah, dit hondje vind ik nou leuk. Zullen we gewoon... Hier gewoon dit doen voor de rest van de video? Nee, grapje. Nee, we gaan lekker verder. Maar ik weet niet. Ik zou hier wel willen wonen. Maar dan zou ik het niet zo creepy eruit willen laten zien. En gewoon meer lichten. Zou ik het wel modern maken of zo? I know. Maar ik vind het wel fancy. Ik vind het wel fancy mensen. Hier gingen die kinderen heen. Oh jee, daar zijn ze heen. En hier staat weer zo'n muziekbox. Nou, bedankt. Oké, doei. Was dat het bericht? Oké, nice. Nou, wat leuk. Oké, dus allemaal die dingetjes zijn dus allemaal berichtjes. En trouwens, ik weet niet hoe lang mijn lantaarn het doet. Misschien moeten we die opladen of iets erbij doen of zo. Want in de vorige Amnesia game, zeg maar, had je een lantaarn ook. Maar dan moest je steeds olie bijvullen. En ik weet niet hoe deze lantaarn werkt, want deze ziet er wel anders uit. Maar het kan ook zijn dat de lantaarn straks opeens op is en dan hebben we geen lichten meer mee. En dan moeten we dat sparen. Dit is zo... Ik weet niet hoor, we lopen hier gewoon even voorbij, heel casual. En dan opeens gaat de telefoon. Heet wij Mendes? Ja. Where are my children? Waar zijn mijn kinderen? Trapped, Mendes. Uh-oh. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Uh-oh. Restore the power, Mendes. Drain the flooding and restart the great engines. Ah. Where should I go? Hello? Hello? Hallo? Nou, stomme telefoon. Dus onze kinderen, die zijn blijkbaar trapped. Dus vastgezet. Die zitten nu vast. En we moeten nu wat doen om hem, zeg maar, die we net aan de telefoon hadden. Die kan ons helpen om ze weer vrij te laten. Onze kinderen blijkbaar. Door wat te restarten of zo. We zien het wel verschijnen, maar zoiets heb ik nu binnengekregen.
Hallo. Oh, we kunnen gewoon naar buiten. We kunnen gewoon lekker naar buiten, jongens. We kunnen even lekker een frisse neus halen buiten. Dat is zo raar als mensen zeggen, kom, we gaan even een frisse neus halen. Alsof die te koop is. Like, what the hell? Er is geen neus te koop, oké? Okay? Oh, jongens, wat een gek kinderen die dat zeggen. Oh, jee. Oké, dat is gewoon een... Ho, jongens, we gaan in herinnering kijken. Oh, dat was het juist. Oké. Okay. Of was het een nachtmerrie? Dat kan ook. Maar nee, er gebeurde niks hoor. Dat geluid wat je net hoorde, dat was gewoon een stukje brood. Waar een vrouw eventjes wat jam op deed. En ging die de korstjes eraf halen voor de kinderen. En daarom ging het brood janken. Dat hoorde je net. Jongens, kijk. Jeetje, wat een schilderij hier. Sommigen denken ik echt van... Waarom moet dit? Maar oké. Okay. Anyways, we gaan lekker op de tafel lopen. Oh, look at me. Look at me. I'm having swag up there. En ik zie overal... Zulke varkensgezichten. En een viool. Holy moly. Kunnen jullie viool spelen? Ik niet. Oh, Roy, wat doe je toch weer gek. Oké. Okay. Oh, we zijn nu een rondje gelopen. Zie je dat? Maar ik vind het veel leuker hier. Dus ik blijf lekker hier. I don't care about you. Wij nemen een stoel mee. En dan gaan we lekker verder. We gaan lekker gewoon hierheen. En jongens, deze stoel die gaat ons beschermen. Hij houdt ons gewoon tegen alle beesten en monsters in dit spel. Want kijk, oh jongens. Kijk nou, daar ligt een tijger. En een... Oh, wat is dit voor beest? Dit is een giant anteater. Oh, dat is een... Hoe heet dat nou in het Nederlands? Ik weet het even niet meer. Jeetje, staat dat er nu bij? Nee, jammer. Shot at... Oh nee, die is dood. Nou, dat snap ik ook wel, want hij zit hier opeens in. En een nijlpaard. Oh my god. Oh, een hippopotamus. En dan hebben we hier een mooie grizzlybeer. Oh, wacht, die kunnen we bewegen. Ik krijg nou wat. Ik ga een grizzlybeer bewegen. Oh, en we hebben een berichtje, jongens. My journal. On bears and bathtubs. Dus dat hebben we nu net gekregen. Nu we dat, die grizzlybeer even hebben bewogen. And after the party, she took my arm and said, but darling, however did you get from the trophy room to the guest bathroom so quickly? Everyone considers you quite the magician. My darling Lilibeth, my father's house has many rooms, and as for mine, well, it also has its secret chambers. Well, nou mooi. Leuk voor je grizzlybeer, dus er zit een mooie kamer achter jou of zo. Hè? Of niet, mooie grizzly? Ik noem jou Lodewijk. Lodewijk, en hier ligt een gat voor de vieze spin. Bah. Nou, Lodewijk, ik hoop dat jij een fijne... Wat hoor ik? Eeuw. Maar Lodewijk, ik hoop dat jij een fijn leven hebt gehad. En nu sta je mooi in een mooie doos van glas. Ik ben helemaal trots. Hey! Leuk hoor. Hartstikke mooi. Oh, kijk, we kunnen weer naar buiten, jongens. Hartstikke leuk. Oh, er lopen kinderen. Oh, my damn. De kinderen liepen daar, jongens. Attentie, attentie. De kinderen van Mendes, die moeten zich melden bij gate 34, want hun vliegtuig vertrekt. Wat zeg ik nou? Ik weet het niet. We gaan hier naar binnen. Oh my damn, dit ziet er spannend uit. Of waren we hier net ook niet? I don't know. Maar hey, I don't care. We gaan het gewoon eventjes meemaken, denk ik. Hier waren we net ook, ja. Dus we kwamen hier vandaan. Misschien is wel een deurtje open nu of zo. Dat kan natuurlijk, hè. You never know. Oh, kijk, hier heb je de hond weer. Hey, hondje. Oké, die hond moet even een leuke naam geven, jongens. Telkens als we die hond zien, dan moeten we even keihard roepen. Verzin een leuke naam voor deze hond in de comments. En dan noemen we misschien jou, die jij verzint, die naam. Doen wij die hond de naam geven. Dus verzin een leuke naam voor die hond. En dan elke keer als we die hond zien, gaan we die naam lekker gebruiken. Want kijk, Grizzly Bear, die heet Lodewijk. En... Ik wist niet dat dit hier zat. Maar ik weet niet, ik zat er zo echt aan. Ik meen het hoor. Het bad op pootjes draait. En er ligt hier een bloedvlek. Jongens, de eerste bloedvlek. De eerste jamvlek. Iemand heeft hier jam gemorst. Oh my damn. Dat kan gebeuren. Maar dat doe je toch niet. Gek kind. Wat de hel ligt daar op dat bed? Wat is dat? Oh my damn, de zak van Sinterklaas, 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 de zak van Sinterklaas. En we zijn bij de machines, oh my damn.
Hier ga ik gewoon aan draaien. Ik weet niet wat we doen dan, maar okay. Ik heb eraan gedraaid. Oh, de machine gaat aan. Wat spannend, jongens. Ik neem een zaag mee. Oeh, zagen, zagen. Wie de wagen. Jan kwam thuis om een boterham te vragen met Sham. Want Sham ligt daar en hier ook. Oh, madame. Het hoort er helemaal bij. Ik vind het leuk, hoor. Ik vind het enig. We gaan hier lekker in. Want het lijkt me niet... Het lijkt dat hier een deur zit, hoor. Of niet? Hallo, je kan hier toch lopen? Wat? Dit lijkt toch op een deur? Of ben ik nou gek? I don't know, maar we gaan wel terug, denk ik. Ik denk dat we beter terug kunnen gaan. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Hell no. Het dingetje, de zak van Sinterklaas is weg. Zie je dat? Dit lag er een zak van Sinterklaas en nu is die weg. Ik ga maar in het bad zitten, jongens. Ik ben er helemaal klaar mee. Nee, grapje. We gaan lekker verder. Rustig aan, er liggen hier boeken, jongens. Of nee, dit zijn handdoeken. Ik hoop dat jullie je nu een beetje meer thuis voelen. En Dels blauwe wc en een kraan. Ik vind het hartstikke mooi. Jongens, die lamp is een beetje kapot. Oh jee. En er ligt hier bloedvlekken. Oh my damn. Als ze niet naar... Oh. Oh my damn. Oh my damn. Wat was dat? Nee. Het gaat naar Grizzly. Het gaat naar Lodewijk. Nee. Oké, doei bericht. Ik heb helemaal geen zin in je. Ik heb meer zin om even naar Lodewijk te gaan. Hier kunnen we naar buiten, hè? Oh my goodness. Het begint, jongens. Oeh, wat spannend. Hier ligt ook nu opeens een bloedvlek. What happened? What happened, guys? I don't know. Maar oké, het zal wel. Ik ga hier gewoon heen. Ik neem een doos mee. Kan deze doos mee? Nee, deze doos kan niet mee. Oh. Oké. Lodewijk is er nog. Neem ik aan. Oké. Rustig, Roy. Rustig. Kalm. Hij is er nog. Kijk eens. Hey. Gekke beer van me. Lodewijkie. Heeft hij niet iets onder zich of zo? Want we kunnen hem wel bewegen. Kijk eens. Oh my damn. Lodewijk. Je bent de man. Oh. Ik doe deze deur dicht. En we gaan lekker verder. Oeh. Wat spannend, jongens. Wat spannend. Oh. Nou, leuk hoor. Ik vind het enig hoor. Ja, echt hoor. Oh, kijk hier. Oh, we zijn nu hier. We zijn nu aan de andere kant, zeg maar, van dat machine gebeuren waar we net waren. Waar de jamvlek lag. Ik weet niet. Oh, kijk, hier hebben we ook zo'n ding. Misschien kunnen die ook even draaien. Zo. Gaat nu alles open, zeker, of niet? Oké, het zal wel. Ik neem mijn stoel mee. Oh, daar ging de stoel. Wat hoor ik? Ik hoor een persoon of zo. Ah, nou, ik denk dat Beatrix is. Die Beatrix die denkt... Hé, we gaan even op bezoek. We gaan even lekker een kopje koffie doen of zo. Ik weet het niet, hoor. Zo, mag ik nog naar buiten? Yes. Oké. Waar zou ik heen moeten? Ik heb geen idee. We hebben nu weer wat open gedraaid, dus ik weet niet waar we heen moeten. Ik denk dat we hierheen moeten, want de koffie staat te borrelen. Dat horen we. Oh, de koffie staat te borrelen. Beatrix, die pakt me. Jongens. Dit was de aflevering voor deze keer. Ja, en ja, het is ook weer tijd om deze aflevering te sluiten. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken voor deze video. Volgende keer gaan we verder met de zak van Sinterklaas, Beatrix en een koffie die wordt geborreld. Want dat horen we. Je hoort echt zo'n borrelgeluid van een koffie of zo. I don't know, van een koffiezetapparaat. Ik weet niet. Vergeet niet een leuke naam te verzinnen voor dat hondje. Dat vind ik hartstikke leuk. Doe maar wat leuks verzinnen. En dan zie ik het wel verschijnen in de comments. Jongens, bedankt voor het kijken. En ik zie jou de volgende keer weer bij een nieuwe video op Project Craft. Ja, bedankt voor het kijken. En bye bye.